kijkt naar een nieuwe video. Ik ga jullie in deze video laten zien wat ik heb gekregen met kerst 2016. Ik heb super veel gekregen en ik doe het nog in stijl met de kerstboom. En dit is de eerste en de laatste video waarschijnlijk met de kerstboom. In de weekvlogs hebben jullie wel kunnen zien bij de kerstboom dat ik film. Dus hierbij de gezellige kerstboom. Ik vind het net even iets wat meer sfeer. En ik hou ervan. Het is wel een neppe kerstboom, by the way. Maar ik hou hier gewoon van. Maar daar gaat deze video niet over. Ik ga je laten zien wat ik heb gekregen met kerst 2016. Het is behoorlijk waar. Dit is van de surprise. Die heb ik even in zo'n zakje gedaan. Zit het allemaal in. Hier ga ik mee beginnen. Dit is... In deze tas zitten ook nog allemaal cadeautjes in wat ik gisteren heb gekregen. Het is nu 2 dagen na kerst. Ja, het is 2 dagen na kerst. Tenminste, de kerst is helaas alweer voorbij. Ik heb een superleuke kerst gehad. En met tweede kerstdag hebben wij een surprise gedaan. Clint had mij maar surprise. Mijn zusje die kijkt mijn video's ook. En die komt trouwens ook in de video's voor. En dan wist ik... Nou, ik wist het een klein beetje dat ze me had... Want we moesten van tevoren een lijstje invullen van wie had. En ik had iedereen had ik goed wie had. Dus, dat vond ik ook wel heel erg leuk. Maar ik ga nu beginnen, want anders wordt het zo'n lang zwetsverhaal. Ik ga nu beginnen met de cadeautjes te laten zien. Als allereerste heb ik deze thee, ja, hoe noem je het, blikje gekregen. En hier zit thee in. Dit is zwarte thee, heb ik dus van de Hema. En als je dit dekseltje open doet... Wacht even. Nou, dit gaat nog niet zo gemakkelijk als ik dacht. Zit er zo'n leuk dingetje in. En die ga ik ook opmaken. En dan zit er gewoon thee in. Dat is een zakje. Oh, en het ruikt echt goddelijk. Het is gewoon een zakje met kruid. Theekruid. En dat doe ik dan hier in dat potje. En hier had ik om gevraagd, omdat ik graag... Ik drink heel veel thee... Maar ik had nog geen, hoe noem je dat, zo los van, wat er in dat theezakje zit, dat losse kruid of zoiets. Dat had ik nog niet, dus dit wou ik nog graag hebben met een, zo'n theehengseltje. Waar je het kruid van de thee in doet. En die heb ik dus gekregen, dus hierbij dit potje thee. En daarbij hoort deze thee-ei. Dan het volgende wat ik gekregen heb, dat is dit leuke knijppakket. Dit heb ik ook gekregen voor douche. Er zit een douchegel in en een push of een push of een, nee, hoe noem je dat? En een spons. Dan heb ik nog gekregen deze voetenbalsem van de Kruidvat Voetbutter. En hier ben ik heel erg blij mee, want mijn voetenbutter was op. En daarbij komt ook niet ontbreken dat ik kinderbewoners kreeg. Ik ben dol op kinderbewoners en deze heb ik gekregen. Er zijn er 16 stuks. Zitten er nu nog maar 15 in. Want ik heb er al eentje uitgehaald. Dus. Dan heb ik nog een kleintje haarmasker gekregen. Die had ik ook opgezet. En hier ben ik ook ontzettend blij mee. Dan heb ik nog deze schattige cupcake gekregen. En hij is ook super schattig en super cute. En dit is een badcupcake, dus die doe ik in bad en het is meer een bruisbal. En ik vind het zo leuk, ik zag dit liggen en ik dacht, dit moet ik op mijn verlanglijstje zetten. En ik hoop zo dat ik dit krijg. En ik heb hem gekregen, ik vind het echt super leuk. Dan het bijna het laatste wat ik gekregen heb van onze Colin. En dat is dit, van de Body Shop. Ik had echt niet gedacht dat ik dit zou krijgen, want de Body Shop zit hier, zit helemaal in Eindhoven. En dat is best wel ver weg. En toen ik dit in mijn handen kreeg, dan dacht ik echt van, wauw, echt geweldig. Dus dit tasje van de Body Shop. Hier zit in een lekkere body butter, een handcreme en een showercreme. En dit is het laatste wat ik gekregen heb van Colin. Ik had dit totaal niet meer verwacht, omdat ik in eerste instantie had gedacht dat papa mij had. Dus, en papa zou niet ver weg gaan rijden. En voor Blond Amsterdam moet je ver weg gaan rijden. Dan moet je helemaal naar Venlo toe. En hun weten namelijk niet, ook niet waar de Blond Amsterdam, of ja, waar die winkels zitten in Venlo. En ik had er wel opgeschreven, maar ik had helemaal mijn moeder bijeengelegd. En
het neergelegd en zoiets van gezegd van ja, als ik het niet krijg, dan ga ik het wel zelf kopen. Dan kreeg ik een doos en in die doos moest ik als eerste deze brief voorlezen. En dit is een briefje uit mijn zusje gemaakt. Ja, het staat op hieronder de kerstman, maar het is van Scolindus. En toen ik die brief al voorlas en ja, schoot ik al eigenlijk al helemaal vol. Ik heb er echt toch wel een traantje om gelaten. Ik vind het toch wel heel erg speciaal. Normaal ben ik iemand die ik iemand diegene verras. En nu krijg ik het terug. Ja, dat verwacht je niet op dat moment. Ik vond het heel erg leuk. En in dat pakketje, daar zat, jawel, mijn blond Amsterdam mok. Ik ben hier zo super blij mee. Ik heb van mijn zusje gewoon een blond Amsterdam mok. Dan heb ik ook nog natuurlijk een paar cadeautjes gewonnen met het dobbelspel. Als allereerste heb ik deze oortjes gewonnen. En ook nog deze twee haarlakbussen. Oftewel, dit is een haarspray. En dit is een droogshampoo. Mijn droogshampoo was op, dus dit kwam wel heel gunstig uit. En mijn haarlak is namelijk ook al bijna op. Dus hier ben ik ook super blij mee. En die volgende cadeautjes zitten in deze zak. Ik ben super verwend, vind ik van mezelf. Ik heb best wel heel veel gekregen, want ik heb mijn verjaardag in december. De surprise was er in december, of ja, het was mijn tweede kerstdag. En ik heb zelf een derde kerstdag eraan vastgepland. En die heb ik samen met haar gedaan. En gisteravond, ja, voor nu eigenlijk gisteravond, hebben we ook nog cadeautjes gedaan. En daar zijn we ook een hele avond mee bezig geweest. En daar heb ik ook super leuke cadeautjes van gekregen. Als eerst ga ik beginnen met deze vier doosjes. Dit zijn theedoosjes. Ik ben ontzettend gek op thee. En natuurlijk ook op cupcakes. En heb ik deze leuke cupcake thee. En dit is de cupcake banaan honing thee. Dan hebben we de cupcake chocolade thee. Dan heb ik nog aardbeien thee van cupcake. En cupcake kersenthee. Dus hier zitten allemaal, zal ik je even laten zien. Hier zitten allemaal zakjes in. En dan kan ik lekker voor in mijn thee gebruiken. In mijn blond Amsterdam ook. Oh, en het ruikt ook echt goddelijk. Dan het volgende wat ik gekregen heb van de Body Shop. Dit leuke pakketje. Dit had ik op mijn verlanglijstje staan. Kreeg ik niet van Clint, want van Clint kreeg ik een andere van de Body Shop. En deze heb ik van haar gekregen. En hier ben ik super blij mee. En dit is een body butter en een shower gel. En weer zo'n spons zit hier achterin. Dan nog even om in de Body Shop te blijven, heb ik deze voetbalsem gekregen. Dan heb ik ook nog dit doosje gekregen. Ja, het is niet van de Body Shop, maar ik vond het stickertje zo leuk en een strikje heb ik gewoon opgezet. Hier in dit doosje zitten speculaasjes. En dit is het voornaam wat ik gekregen heb. Deze parfum. En volgens mij spreek ik het uit als Guess. Of in ieder geval deze parfum. Ik ben hier zo moeilijk in deze naam uitspreken. Ik heb hier zoveel struikelwoorden mee. Maar dat maakt me niet uit. Ik heb deze leuke parfum gekregen. Ik zal hem er even uithalen. Ik kan jullie laten zien. Hij ziet er zo uit. En hij ruikt echt goddelijk. Daarbij heb ik ook nog deze lekkere Milky Way gekregen in een hartjesvorm. En hier ben ik ook blij mee. Ik ben niet zo van de chocola, maar deze Milky Way en wat erin zit is echt verrukkelijk. Het is zo lekker. Dus deze Milky Way. En om dan nog een keer in de trend van de Body Shop te blijven, heb ik dit leuke pakket gekregen. En in het leuke pakket, ik zal hem even uit elkaar halen. Echt een superleuk doosje alleen al. Echt mooi. En in het doosje zit van de Body Shop een handcreme, aardbeien handcreme. En daarbij heb ik nog een lippenbalsem van aardbei. I like aardbei. En dit is wat ik nog niet eerder kende. En dit is een geurtje, ook van aardbeien. Ook heb ik dit leuke cupcake gekregen, hetzelfde als met mijn surprise. En hier ben ik alweer ontzettend blij mee, omdat ik zo graag die cupcake wil hebben. En nu heb ik twee verschillende cupcakes. En de geur alleen al. Als jullie konden ruiken, dan zou je echt zo, oh, lekker. Maar deze leuke cupcake. Dan heb ik nog dit grote ding gekregen. Ik hou al super graag, wou ik een wensballon hebben. Ik heb altijd mijn vader gevraagd op de 31ste december of ik van mijn vader een wensballon kreeg. Nou, die heb ik dus eigenlijk nooit gekregen. En nu heb ik hem van haar gekregen. En een paar weken geleden, was heel toevallig, ben ik naar de winkel geweest.
en zag hem bij de Xenos liggen, toen heb ik hem zelf meegenomen. En toen dacht haar van, oh nee, ik heb hem zelf meegenomen. Maar nu heb ik er twee en daar ben ik alleen nog maar blij mee. Ik kan Harry van mij hebben en dan pak ik die van haar. Dus. Dan gaan we door naar de rituals. En daar heb ik ook al een aantal spulletjes van gekregen. Zoals onder andere dit pakket. Ik wou per se het rode pakket van rituals hebben. Ik hou namelijk van de kleur rood. Een shower gel. Een shampoo. Een rituals body scrub. En een bodycrème. En dan hebben we nog meer rituals spulletjes gekregen. Ik heb deze handcrème gekregen. En het laatste wat ik van een rituals heb gekregen, dat is deze chakra oil. En die is lekker zacht. Dat ziet er zo uit. En dan is dit het laatste wat ik gekregen heb. En dan is de tas leeg. Nou, dit, wat is dit? Dit had ik never nooit verwacht dat ik dit zou krijgen. Dit is namelijk een lamp voor bij het filmen. Dit is een lamp. En dan zit hier, zit dan zo'n statief dingetje. Ja, het staat niet op een statief, maar het staat op mijn eigen statief. En aan deze kant zit dan mijn camera. En aan de andere kant zit dan de lamp. En zoals je nu eigenlijk, ja, ik weet niet of je het kunt zien, maar het is je misschien al opgevallen. Ik heb nou wel, ik film met het licht. Ik ben aan het proberen en een beetje aan het testen, aan het friemen, aan het frotten. Maar ik ben nu aan het filmen en ik ben benieuwd hoe het er dadelijk uitziet. Dan is, nou kun je het zien, want nu zit ik in het licht. Ik heb hier zelf namelijk geen lamp aan staan. Nee, dat is mijn licht. En dat ziet er dan zo uit. Hier zit dus mijn statief. Hier zit dan zo'n, mijn pinnetje waar normaal mijn camera op staat. En dan is dit is het erbij gekomen. Hier zit mijn camera op dit pinnetje, op dit schroefje. En dan zit hier zit dan die lamp op. Ja, nu word je allemaal overbelicht. Maar dit is dus de lamp. Dan is dit dus eigenlijk alles wat ik gekregen heb. Ik heb een ontzettende hoop gekregen. Ook nog met mijn verjaardag erbij. Twee kerstdagen achter de rug. Of ja, twee pakjesavonden achter de rug. Nou, ik kan wel zeggen, ik voel me echt wel verwend. Ik wil in ieder geval jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Doe een blauw duimpje omhoog. Vergeet zeker niet te abonneren hieronder op mijn YouTube kanaal. En dan wens ik jullie alvast een fijne jaarwisseling. En tot volgend jaar. Doei!